Ja, we kijken naar de Blaster Beam. En een super gaaf instrument. Ik heb het zelf op de website genoemd, een fluisterinstrument. Maar als Bo dan nog zou leven, had hij er een. Daar ben ik van overtuigd. Fantastisch ding. Iedereen die hier komt en die het ziet, vindt het mooi. En ik denk dat ik dat bedacht heb. Het is niet helemaal waar. Het is een uitvinding uit de jaren 30 van een Fransman. Alleen ik heb hem leren kennen, het apparaat, 5 jaar geleden toen ik langere tijd in Amerika was. En daar heb ik de toetsenist van Michael Jackson ontmoet. Door een groot toeval bij hem thuis gekomen en die had er een thuis liggen. En ik heb een stuk aluminium gekocht en snaren geregeld en ben gaan rekenen en het apparaat staat er.